Reno. Waanzinnig dit. Ja, dit is top. Dit is, is verdiend denk ik ook. En ja, we zijn hier blij mee. Eerste stap gezet. Zo, ik dacht, ja. Die gasten bleven komen. Cedric moest echt aan de bak. Ik dacht nog in overtime. Ik zei nog tegen die gasten van I13. Ik zei nou, 5 op 3. Dikke 45 seconden. Ik denk, ja, dan maken ze het af. Het ging niet. Ik denk, oh, we zullen toch niet verliezen. Maar daar was Reno. Ja, normaal moet je in een 5 op 3 wel kunnen scoren. Het zat helaas niet mee. Cedric heeft de hele wedstrijd op zijn kop gestaan. En dan inderdaad, ja, het laatste doelpunt scoorde ik dan. Dat was een moment van ontluchting, denk ik, bij iedereen. Ja, dat ging eraf, hè? Ja, gelukkig wel. Zag je hem komen? Want jij was helemaal alleen, hè? Verdedigers waren er niet te zien. En ik weet niet wie die assist gaf, maar zag hij jou? Ja, ik zag wat er gebeurde in de play. En ik zag dat we een 2 op 1 kregen. En het enige wat ik bij mezelf dacht is van als hij hem nou naar mij toe legt, dan schiet ik hem meteen. Want de keeper is waarschijnlijk op hem gefocust. En heeft geresulteerd in een doelpunt. Ik heb nog nooit zo gejuicht hier in Tilburg, moet ik eerlijk zeggen. Oh, dat is mooi. Laten we dat nog een keer meemaken. Ik zie je vrijdag. Gefeliciteerd. En zet hem op, hè.